Hij improviseerde, zocht naar iets. En dat is ook het mysterie natuurlijk van het scheppen. Je zoekt naar iets en je weet eigenlijk niet precies waar naar je eigenlijk aan het zoeken bent. Op een gegeven moment heb je iets te pakken. En dan... ga je daarmee verder. En hoe je daarmee verder moet, dat weet ook niemand. Dat weet je zelf vaak natuurlijk ook niet. En het is ja, echt in het duister aftasten. En als je de intuïtie hebt van nee, dit is niet het goede. Ja, dit is goed. En waarom dat dan wel goed? Ja, niemand weet het. Maar je weet het toch. Een jaar 18 was, denk ik. En dat fascineerde me meteen zo. Het is alsof wat Van Martijn vaak heeft, dat evocatieve. Alsof er gaat een hele wereld open meteen. Gestudeerd. Schatkamer. Het idioom van Martijn, de muzikale omzwervingen, dat is een zoekende taal. Der Sturm. Ja, net als sommige gedichten die ook om een bepaald onderwerp heen cirkelen in plaats van gewoon te zeggen van nou, dit is wat het is. Maar dat is natuurlijk veel interessanter eigenlijk. De ballade voor saxofoon en orkest. Ah kijk, hier is het pianoconcert. Kan je toch een beetje? Nee. Ik zit het soms thuis door te spelen, maar het echte werk, het leerwerk, moet nog beginnen. De tweede pianoconcert, dat is dus hier in Nederland geschreven. Hier in Naarden, hier in deze kamer. Hier op deze vierkante meter. L'inspiration, c'est ce de trouver trois ou quatre notes qui sont comme une sorte de graine. De trouver un tout petit élément qui ensuite peut se développer indéfiniment. En dat hij er nu op komt om het in vies klein te transformeren, dat vind ik een van de mooiste momenten in alle muziek die ik ken dit. Dat zijn er veel, maar deze hoort er wel bij. Dit was één bladzijde.
En dit soort wonderen zitten doordat het hele stuk is één groot. Dat gaat zo door aan de lopende band. Dit soort vondsten en niet alleen dit stuk, maar de hele oeuvre.